Ik wil iedereen welkom heten op deze herdenkingsdienst. We leven al een jaar met het coronavirus. Vorig voorjaar moesten we meemaken dat alle verpleeghuizen werden gesloten en onze bewoners geen bezoek van hun familie, naasten en andere dierbaren konden ontvangen. De bewoners ervaarden de eenzaamheid en voelden zich opgesloten. Samen met de medewerkers hebben we er het beste van gemaakt. De lichtpuntjes waren de kaartjes, de bloemen, de muziek en de andere mooie dingen die in en om het gebouw gebeurden om het samen vol te houden. In juni mochten de deuren weer open en konden alle bewoners hun familie, naasten en dierbaren weer in hun armen sluiten. In december drong het virus het Heimatcentrum binnen. We hebben met elkaar een heftige periode achter de rug. Eind februari hebben we opgelucht adem gehaald toen het virus het Heimatcentrum weer heeft verlaten. De hectiek en het leed van de afgelopen tijd laat nog diepe sporen na. En dat is niet vreemd. Familie die hun dierbaren wederom niet konden bezoeken in de laatste dagen. Medewerkers die probeerden, ondanks alle maatregelen, toch de menselijke maat in de zorg hoog te houden en daarbij hun eigen hoofd boven water. De buitenwereld gaat verder, maar van binnen is er heel wat dat ons nog altijd roert. In deze herdenkingsdienst willen we stilstaan bij de afgelopen periode. We luisteren eerst naar pianiste Maria Fatela en Sara González Pastor Viool. Ze spelen van Elgar Salut d'Amore. Hierna zal Karin Wezeman de namen van de overledenen noemen en steekt Karin Smit voor ieder van hen een kaars aan. Maaike Wiersma leest daarna het gedicht Afscheid. Parel Noord, mevrouw Eggens Postema, mevrouw Prins Ringenoldus, mevrouw Wedda, mevrouw Stegen Teuben, mevrouw Wieringa Boyten.
Karel Zuid. Mevrouw Heijen Savenijen. Mevrouw Sillessen Rijs. Waterlelie Zuid. De heer Kazemier. Mevrouw Jurink Hoekstra. Meneer Niesermuller. Mevrouw Sroes Zubenko. Afdeling Albatros. Mevrouw Molenkamp Nieuwenhuis. Mevrouw van Solingen van Essen. Mevrouw van Zinderen Klok. Meneer Jedema. Mevrouw Jansen Haan. Afdeling Boterdiep. Mevrouw kapitein Biardi. Mevrouw Matulessi van Santen. Afdeling Klipper. Mevrouw Walkier van Sluis. Mevrouw Tian Cheng. Mevrouw van Leggelo Koops. Mevrouw Zoutman Luchtenburg. De heer Gabriel. Afscheid. Verdwaald zijn we, in leegte en stilte. Op zoek naar manieren om de kleed te dragen. Fluisterend de naam van onze geliefde, die niet meer is. Schaduwen van verlies ontfermen zich over de nabestaanden. Helende woorden hebben we nodig vandaag. Om het gebrachte offer te omschrijven. Gevonden willen we worden in harten die meeleven. Bestaan is niet meer het belangrijkste. Nee, niet vergeten worden. Daar draait het allemaal om. Vaarwel. Ga zacht heen, richting je nieuwe bestemming. Daar waar alles goed lijkt en niemand terugkeert. Maar weet dat je altijd gedragen zult worden in gedachten en harten. We gaan verder met Maria en Joop Stegen. Hun moeder overleed op 26 december... op 99-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. Vervolgens zal Aukje Oosting als medewerker vertellen hoe zij de coronaperiode heeft beleefd. Annie Pieltje sluit af met het gedicht Herdenken. Maart kregen we te horen dat er vorig jaar maart dat er corona was uitgebroken en dat we niet meer zomaar op bezoek mochten komen. Ja, mijn broer belde mij op. Ik kwam van vakantie terug en we konden niet meer naar mam toe. Ja, af en toe bellen. Hè? Ja, en we hebben nog via skypen. Dat ging heel moeilijk, want er was maar op de afdeling was er maar eentje beschikbaar. Ja. Maar goed, dat was een beetje een uitkomst. Toen kreeg je dat ze achter glas
Dat we dus met haar mochten praten en dan zei ze van... Wat is dit nou weer? Ja, want ja. Ben ik ziek? Of zijn jullie ziek? Of zijn jullie ziek? Ja. En, dus even, nee, maar die virus, hè? Ja. En nou ja, dat... Ach, en toen kwam de zomer. Ja. Toen werd het wat... de besmettingen namen af. De verjaardag van mam hebben we ook nog gevierd. Het was mooi weer, het was april. Het was april. Ja. 99 jaar werd ze... Joris geregeld. En met zijn draaiorgel. Ja. De familie allemaal buiten stoel neergezet. Ja. Ja. Keek je taartje erbij. En, ze was heel gezellig. Ja, dat was een heel mooi moment. En ze mocht toen ook naar buiten. Even naar buiten. En, compliment van de arts. Die zag dat en die zegt van dit is niet leuk voor haar. Dit is niet leuk. Ze kan er niks van horen. Ze kan er niks van zien. Mocht ze naar buiten, op afstand blijven en ze genoot. Ze was heel, heel echt, mooi dat dat kon. Ja. Ja. Nou, en dan, en dan wordt het weer wat beter. En nu mocht weer op visite. Mocht er eentje komen. Ja, ja. Toen, ja. Het was en dan allemaal gesloten. En, ja. En dan ging het zo hobbelde het eigenlijk een beetje door. Ja. Hè? En toen denken we van, nou, de vaccinatie komt eraan. En jij laat je ook inenten? Nee, zei ze, dat hoeft niet, want iedereen laat zich inenten. Ja, zei ze, dat hoef ik niet, dan kan ik niet meer ziek worden. Dan kan niemand mij meer besmetten. Maar ze had zo'n hekel aan het prikje. Ja. Ja, maar ze had die griepprik nog wel gehad. Ja, die wou ze ook eigenlijk niet. Dan moest je ook praten als een brugman. Ja. En toen kwam bericht. Ja, maar zondag, de vaccinatie kwam in. Die kwam in zicht. Ik denk, oh jongens, dit gaat goed. Die was hier in het heimatcentrum, was nog waren geen niks aan de hand. Ja, ik kreeg een telefoontje van, oh, er is iemand besmet. En ze gaat getest worden en woensdag hebben we de uitslag. Nou, ik kreeg een telefoontje, ook mam ook besmet, En toen mocht er ook niemand meer bij, de hele afdeling was gesloten, dus we konden ook niet naar daartoe. Ik belde haar elke avond even en bijna was ze nog altijd goed, vanaf zondag, maar... Toen ineens werd ze ziek, hè? Ja, werd ik opgebeld door de arts en die zegt van dit is, heel ernstig. Ziek. Ja, ja. Dit is ernstig. En al benauwde. En dat we de arts met ons en de verwachting ging doorpraten. Ja. Was toch een heel moeilijk gesprek. Ze was heel ziek, gesprek. Ja. En op dat moment, vanaf dat moment mochten we ook altijd bij haar zijn. Hè? En toen zijn we ook de hele tijd om en om bij haar geweest. En dat compliment voor het beleid hier, dat toen zij zo ernstig ziek was, mochten wij erbij wanneer we wilden. Wel een hele verkleedpartijen. En toen zagen we ook hoe een drama het was op de afdeling. Hoe zwaar het personeel gaat. Continu omkleden. En toch werd ze werd heel goed verzorgd en liefdevol. Dus. Ja. We mochten waken, in ieder geval zo dat we... erbij mochten, dus we gingen om en om een paar, 2 uur en dan wisselden we elkaar af. Zo lag ze te slapen, hè? Eigenlijk ging ze langzamerhand. Ja. Eerst nog wat aanspreekbaar, maar daarna lag ze alleen te slapen, hè? Ja. En je weet dan niet wat ze hoort, dan zeg je nog eens wat in. Soms had je het idee dat je een beetje contact had nog. Want ze sabbelde dan nog wat op een ijsje. Zo'n dingetje, Maar tweede kerstdag... is overleden. Toen, s'morgens. Ja. Ja. Jij was er nog bij. Ik was op weg hier naartoe. Ja. Maar goed, zei je... Ik heb nog een boekje gekregen met allemaal tekst van de medewerkers. Nou, dat was ook heel mooi. Als aandenken. Ja. Met een steen erbij. Ik vind dit natuurlijk wel mooi dat dit er nog is. En dat je ook nog de medewerkers hoort hoe zij het allemaal beleefd hebben. Maar we zijn wel heel dankbaar. Ja. En ook nog kunnen benadrukken dat ze hier heel goed verzorgd is. Ja, altijd. Ja. 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 Dus dat, met veel plezier heeft ze hier toch wel gezeten. En ook tijdens die laatste moeilijke periode was het toch... Ging toch. Nee, alle lof voor het personeel. Nee, dus daar hebben we een goed gevoel over. Ja. Waar moet ik beginnen? Er is zoveel gebeurd. Er zijn 4 bewoners verloren en zo voelt het ook echt. Verloren in de strijd tegen die verschrikkelijke corona. Keken wij eerst met ogen vol tranen naar Norg en nu zaten we er zelf middenin. 10 december. Ed, mijn collega, ze is positief getest op de coronatest.
Ik reageer verbijsterd. Met collega's hebben we het erover gehad. Zij moet geen corona krijgen. Haar gezondheid is kwetsbaar doordat ze geplaagd wordt door astma. Wat haar weken ervoor al uit de running haalde. En nu ineens blijkt zij ook geveld is door de corona. De volgende dag begint mijn dienst met het aantrekken van een blauwe schort, bril op, mondmasker op en handschoenen dragen. De afdeling is in cohort. Wat zoveel betekent dat er buiten het zorgpersoneel en artsen niemand zomaar binnen mag komen. En wij gaan langs de kortste route naar buiten. Mijn collega's leggen rustig en duidelijk uit wat de bedoeling is. Vol goede moed en met een spanning in mijn buik en ook iets gelaten loop ik door de klapdeuren de afdeling op. De bewoners hebben in de gaten dat het anders dan anders is. Ik probeer het hen uit te leggen. Dat we ons best doen om ervoor te zorgen. Tja, ga ik hun vertellen dat ik mijn uiterste best doe om te voorkomen dat ze niet al te ziek worden of niet doodgaan? Gelukkig heb ik een bril op en zien ze niet mijn tranen en mijn stem breekt. En ik mompel nog iets van het komt goed. We doen de controles bij de bewoners. Ik merk aan mezelf dat ik op scherp sta. Ieder kuchje, hoesje of temperatuurverschil merk ik op. Maar ik zie ook bij een aantal bewoners een blik in hun ogen. Ik kan ze niet uitleggen, ik kan niet uitleggen wat ik zie. Maar ik krijg een onderbuikgevoel. Mevrouw Jurink. De volgende dag tref ik haar aan, zitten op de vloer naast haar bed. Ze weet niet hoe ze daar is gekomen. En samen met mijn collega helpen we haar weer omhoog. En bij haar zie ik ook die blik in haar ogen. En ik kijk mijn collega aan. Even later worden onze vermoedens bevestigd. Ze is positief getest. Wat verschrikkelijk voor haar en haar kinderen. Wanneer ze eenmaal op bed ligt, zie ik haar broze gezondheid achteruit hollen. De kinderen komen nog langs. Ik vang ze op en vertel ze wat ze aan moeten trekken. En wat ze kunnen verwachten. Ik neem afscheid en ga verder met wat moet. Ik ben niet bij wanneer ze overlijdt. Maar de leegte aan de tafel bij het raam komt na een paar dagen keihard bij me binnen. Wie vertelt me nou wat buiten hard waait? Of dat de bomen zwiepen? En welke datum het is? Er staat een kerstboom in de huiskamer. Er wordt een kerstliedje op de radio gedraaid. Maar ik voel het allerminst dat het kerst is. Mijn hele wezen is met corona bezig. Ik blijf contact houden met de moeder van onze zieke collega. Ik merk dat ik daar behoefte aan heb, contact met haar. De laatste keer dat ik contact met haar had, met mijn collega, stuurde ze een foto. Ik zie een grauw gelaat en ze draagt een zuurstofbrilletje. En ze maakt nog een grapje dat ze in het Martini Hotel ligt. Tijdens het werk krijg ik een appje van haar moeder. Ze wordt naar de IC gebracht. Ik sta net op de gang om schone handschoenen aan te doen. Ik sta lamgeslagen op de gang en begin te huilen. Nee, denk ik alsmaar, niet zij. Ik heb de beelden gezien op tv. Dat mensen op hun buik liggen, met allemaal apparaten naast zich. Geen contact met familie en gevoel van onzekerheid, angst en als het doorstaat. Ik roep mijn collega en samen staan we op de gang. Ondanks alle voorschriften, maar dik in het pak, mondkapjes voor, veiligheidsbril op en handschoenen aan, omhelzen we elkaar. We peppen elkaar op. Het komt goed. Kom op, zuster, de plicht roept. Om de moed erin te houden en omdat muziek soms zo troostend kan zijn, neem ik mijn JBL-speaker mee. Ik sluit mijn telefoon erop aan en zo kan ik naar de top 2000 luisteren. Wanneer er dan ineens een bewoonster naast me staat, het eerste wat ik denk, dat is niet handig. Ze staat er zonder bescherming. Ze hoort de muziek en vraagt of dat wel mag. Ach, zeg ik, wanneer we het niet te hard hebben staan, heeft niemand er last van. Alsof het zo wezen moet, wordt Sonne gedraaid van Rammstein. Een van mijn favoriete bands. Het is een prachtig nummer. Ik krijg kippenvel. En samen met de bewoonster speel ik een luchtgitaar. We moeten er samen om lachen. We krijgen tussendoor ook goed nieuws. Onze collega mag naar huis. Ze is nog heel erg ziek, maar ze mag van het zuurstof af en ze wil heel graag naar huis. Ze mist haar man, kinderen en haar ouders. 24 december. De heer Kaasmeer overlijdt op kerstavond. Wanneer ik erover nadenk, is het een mooie avond om afscheid te nemen van het aardse bestaan. Op deze avond wordt de geboorte van het kindje Jezus gevierd. We nemen afscheid van een icoon binnen de muren van het Heimelcentrum. Wat mij erg raakte,
was dat ik op 23 december de huiskamer binnenliep en ik naar de kaartjes keek met de datum erop. Er stond 15 december. Ongemerkt waren er al 8 dagen voorbij gegaan, zonder dat iemand de kaartjes had verwisseld. Dit deden wij dan ook niet. Dat was de taak van de heer Kazemier. Elke avond, wanneer hij met militaire precisie de ontbijttafels klaarmaakte, verwisselde hij ook altijd de datumkaartjes. Ik keek ernaar en besefte me ineens dat de heer Kazemier op maandag 14 december de kaartjes voor het laatst heeft opgehangen. Ik ben vrij met de kerst. We mogen geen familie ontvangen en gaan ook nergens heen. Ik merk aan mezelf dat ik ook eigenlijk helemaal niet zo erg vind. De kans dat ik corona zelf heb is ook een angst die mij parten speelt. Ik word wekelijks getest en iedere keer is er weer een opluchting wanneer de test negatief is. Al is het geen pretje, zo'n stokje in je neus. De eerste keer dat ik moest laten testen, werd het gedaan op de afdeling. Na de test had ik het gevoel alsof het stokje achter mijn oog was blijven zitten. En ik grap tegen mijn collega of zij ook ergens een stokje uit ziet steken. Nee. Maar ja, zij ziet ook niks, want ze heeft een veiligheidsbril op en die is beslagen. Tweede kerstdag. De heer Niezenmuller glijdt van ons weg. Was de heer al een tijdje niet meer actief op de huiskamer, maar tijdens zorgmomenten kletste ik tegen hem op zijn kamer. Hij lag te eten en dan vertelde ik wat voor voetbalwedstrijden er voorkwamen, wat FC Groningen had gedaan. En zijn antwoord was stevast ja. Of ik las het weerbericht voor, vooral wanneer er bijzonderheden waren. Sneeuwbuien, ijzel of een hittegolf. En ook dan kreeg ik als antwoord ja. Ik kende de heer nog uit de tijd van de veldspaat. Daar zwierf hij nachten door het gebouw. Ik groet hem altijd tijdens mijn nachtdiensten. Op een gegeven moment kwam hij uit zichzelf naar me toe en zei verdrogen. Ik hiel hem en hij bedankte me. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik in het Heimatcentrum nachtdiensten ging draaien. En ik ook controlerondes moest doen op de 5e etage. Ik liep bij een kamer langs en keek even naar binnen, want de deur stond wagenwijd open. En daar zat Frey op zijn plekje bij de grote tafel. Hij herkende me niet, maar het eerste wat hij tegen me zei was verdrogen. We gaan naar de jaarwisseling. Oudjaarsdag en nieuwjaarsdag gaan gebukt onder het zorgen voor de bewoners die er gelukkig nog wel zijn. De agoog en ik hadden nog bedacht om knippertjes en rolletjes te gaan bakken. Helaas, door de strenge regels qua eten mag dit niet doorgaan. Maar ons hoofd is er ook niet bij. De dames die aan tafel zitten in de huiskamer zien er verslagen uit. Ze hebben hun tafelgenoten al een poosje niet gezien. Ze maken zich er zorgen over. Ik bedenk me wat ik wil gaan zeggen. Ik wil eerlijk zijn en zeggen dat ze ziek is en dat ze waarschijnlijk ook niet meer beter wordt. Ze begrijpen er niks van, wat ook begrijpelijk is. In overleg met mijn collega en de afdelingarts laten wij hen bij haar. Ze is gestart met morfine en ligt in diepe slaap. De dames zijn erg emotioneel. Mijn collega en ik vangen hen op en samen staan we stilletjes te huilen. We lopen terug naar de huiskamer waar ze een glas drinken krijgen. Mijn collega en ik lopen naar het balkon, want daar mogen wij iets drinken. We zijn beiden in onze eigen gedachten. Samara. Zo mogen wij haar noemen. Ze ligt op haar zij en ze heeft een rustige ademfrequentie. We hebben haar zojuist verdroogd en ze heeft een heel mooi kleurrijk shirt aan. Het past zo goed bij haar. Bruin, oranje en ook geel. Het past bij de kleur van haar haren en ook bij haar persoonlijkheid. Ze nam een prominente plek in de groep bewoners in de huiskamer. Ondanks haar taalbarrière deed ze wel haar best om sommige grapjes te begrijpen. Ze was ook ijdel en genoot ontzettend wanneer mijn collega haar haren in de krullen zette. Ze glom van trots wanneer ik haar een compliment maakte. Och, riep ik dan, we hebben een nieuwe dame erbij. En ze moest er altijd om lachen. Prinses Anastasia, zei mijn collega vaak tegen haar. Zo ook deze middag, toen de arts had besloten om te starten met morfine, opdat mevrouw uitgeput was. Welterusten, prinses Anastasia, en ze gaf ons nog een kleine glimlach. En wanneer ik haar eerder 's avonds hielp bij het uittrekken van de steunkousen en ik het slot 2 keer moest omdraaien, zei ik altijd tegen haar, ik hoor van die. En na een aantal keren zei ze terug, ik hoor van die.
Ik ben aan het herstellen van deze heftige emotionele periode. Het valt me echt tegen om weer in mijn ritme te komen. Ik heb goede gesprekken met mijn collega, die altijd een luisterend oor voor me heeft. De arts die me tijdens de wekelijkse artsenvisites vraagt hoe het met me gaat. En nu dit verhaal, wat ervoor zorgt dat ik het van me af kan schrijven. Om het verlies, verdriet, zo in mijn werkzame leven te passen. Zodat ik me kan concentreren op de nieuwe bewoners die gaan komen. En om de 4 bewoners die weer in zeer korte tijd zijn verloren te herdenken. Ik zal ze niet vergeten. Hier zal ik echt van genieten. Heel hartelijk bedankt. Herdenken. In ons hart leven mensen die daar steeds blijven wonen. Wij horen hun woorden als zij er niet meer zijn. In ons hart wonen mensen die ons leven nog delen. Wij vormen ons beelden nu zij er niet meer zijn. In ons hart leven mensen die daar steeds zullen wonen tot de tijd is gekomen dat wij er niet meer zijn. Ik wil graag iedereen bedanken die deze herdenkingsdienst online heeft bijgewoond. Ook dank ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze dienst. We luisteren als laatste wederom naar Maria en Sarah. Ze spelen voor u de zwaan. Ik wil graag afsluiten met een gedicht van Marius van den Berg. Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven. Jij zult altijd in mijn gedachten zijn. Ik zal nog van je dromen en je stem nog horen. Ik kan niet begrijpen dat jij weg bent, voorgoed. Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven. Je zult altijd met mij meegaan op de levensweg. Ik zal altijd heimwee naar je hebben. Ik had je langer willen vasthouden. Ik had je nog zoveel willen vragen. Je blijft een litteken in mijn bestaan. Je blijft een teken van liefde in mijn leven. Jouw gedenkend zal ik groeien en krachtig worden. Ik zal vol levensmoed verder gaan. Jij onzichtbaar bij mij.